Het is 8 uur 's morgens, maar het voelt als midden in de nacht als Dick de straat op gaat. Het is minder druk als geweest als vorig jaar. Dat is je eerste vangst, Dick? Ja, dat is mijn eerste vangst, ja. En het is illegaal vuurwerk uit België. Hoe weet je dat? Nou ja, deze verkopen wij hier niet in Nederland. Opvallend is dat bij de ene straat het een zootje is en bij de ander totaal niet. Maar over het algemeen lijkt er minder troep te liggen dan andere jaren. Verleden jaar lag deze straat helemaal vol met vuurwerk. En er stond er geen ene auto. Daar is een brandhaard geweest. Goedemorgen, had zij een veegwagentje naar de Moors kunnen sturen. Ik haal even met Mehmet even de grote dingen eruit. Ik laat wel die tonnen staan. Anders geven we daar een narigheid mee met die mensen. Die laat ik gewoon even staan, ja? Ik zie je straks. Bedankt. Dat is nou wel heel erg geweest. Ja, ze mogen immers niks vandaag de dag. Dus ze gaan rottigheid uithalen. Kijk eens wat daar staat. Kijk eens, dat kun je niet kopen hoor. En weer door. Na een uur durven we het met zekerheid te zeggen. Er is echt minder troep. Nou, vorig jaar was het echt helemaal vol met vuurwerk hier. En nu is het gewoon echt schoon.